in Sjaarloos allemaal. Welkom in Sjaarloos. Welkom in Sjaarloos. Welkom in de Sjaarloos. We praten hier over een plan, een eigen initiatief van bewoners in zijn totaliteit. En dat plan heet voor ons Van en voor de Wiedewaalers. Huizen tegen betaalbare prijzen. We hebben hier een hele hechte wijk en we willen hier graag blijven wonen met z'n allen. Meneer wil daar zelf blijven wonen. Als we ons plan er doorheen krijgen, dan is dat mogelijk. Dit is een bestemmingsplan, dat is al reeds goedgekeurd in 2008. We kunnen de oude huizen eraf halen en we zetten een nieuw huis, zetten we gewoon keurig netjes neer. En dat kan in 4 weken. De huizen worden hier gebracht, dan zit de badkamer er al in, dan is de huiskamer al klaar, de keuken is al klaar verder. En dat komt als het ware in Lego blokjes hier. Je hebt 5 blokjes per huis nodig en in een tijd van een halve dag is het huis gewoon klaar. Dus het is gewoon een fantastisch plan. Eigenlijk de hele wereld vindt het een goed plan. Maar de cultuuromslag moet nog bij Woonstad gaan plaatsvinden. Woonstad wil het niet? Woonstad wil het op dit moment nog niet verder. Omdat ze van het tijdperk afkomen natuurlijk. Wij weten wel wat goed is voor de mensen wat wij gaan bouwen verder. En nu is de basis op bewonersparticipatie. Dat de mensen kunnen ook zelf denken. En wij hebben er zelf over nagedacht. Financiering, geen punt. We hebben alles gewoon klaar. We kunnen gewoon starten. En overigens, het plan ligt op dit moment ook bij minister Blok om daar ook een oordeel over te geven. Beter kunnen we niet, hè? Ja, dat is eigenlijk een beetje een traditie geworden. We vinden het leuk om voordat iedereen met vakantie gaat, om bij elkaar te komen en iets te organiseren. Vorig jaar hebben we een rommelmarkt gehad en nu hebben we dan een speelgoed- en kledingmarkt. Ja, dat is gewoon een gezellig festijn. Ja, de Nieuwe Nachtegaal is natuurlijk een voorbeeld in Rotterdam als huis van de wijk. Hè, waar met heel beperkte middelen toch heel veel goeds gedaan kan worden. Waar iedere keer nieuwe activiteiten toegevoegd worden. Hè, het historisch café Sjaarloos, de 55+. We combineren dat dan ook graag met wat andere dingen. Zo hadden we vandaag de opening van de biotuin. Een tuin waar wijkbewoners op biologische wijze groente en fruit verbouwen. Dus het is gewoon een leuke dag voor de wijk. Vanmorgen was het wat drukker dan nu. Ik denk dat ook mensen vanmorgen gedacht hebben, uit het raam gekeken van nou, wat gaan we doen? En uiteindelijk toch voor Hoek van Holland of Scheveningen hebben gekozen. Maar het is wat ik zo gehoord heb, er is redelijk wat omgezet en de sfeer is gewoon gezellig, dat is het belangrijkste. Er gebeurt zoveel in de Nieuwe Nachtegaal dat het werkelijk een huis van de wijk is en daar ben ik heel erg blij mee dat er de activiteiten daar georganiseerd worden. Weet je, dan nam ik mee naar huis. Ik ben een kunstenaar. Ik wil mensen inspireren. Ik wil motiveren worden, weet je. Maar ik heb zoveel dingen hier geleerd ook. Ik heb verhalen verteld van buurtbewoners, hun rugzak, uit hun rugzak. En ook uit mijn rugzak. Weet je, hoeveel krachten is er hier? Hoeveel krachten? En jullie zien het niet. Verhalen die ik de afgelopen 5 maanden heb verzameld eigenlijk in de wijk. Ja, en hoe heb je die verzameld? Hoe ben je daartoe gekomen? Ik wou een project hier gaan doen voor theater. Maar ik heb geen... uiteindelijk heb ik toch geen theater gedaan. Want het speelde veel meer hier dan om gewoon een project op te gaan zetten. Dus ik ben meer in mensen gaan investeren. En om te vragen, hoe is het met de mensen zelf, weet je? Hoe gaat het met hun? We wonen zelf ook in de Tarwijk. En
Je merkt dat wij, best, wat jij ook aangeeft, we hebben best wel veel diversiteit. Dus heel veel culturen door elkaar heen. En dan kwam het zoveel uit. Dus telkens als ze iets vertellen, nam ik iets mee van hun. Weet je, vertellen ze me over een 3D. Iemand bouwde een 3D-printer op zijn zolder. En vroeger was dat een wietkwekerij. Dat vind ik een mooi voorbeeld. Ik dacht, wow, we gaan vooruit in de wijk. Weet je, dus. Ik ken me alleen maar positieve mensen die de hele dag, de hele week, jaren goed bezig zijn in de wijk. Ze hebben heel veel zelf in huis. Maar ze laten mensen projecten met projecten komen en gebruik maken van hun goede wil, zeg maar. Terwijl ze zelf de kwaliteit hebben om meer te doen voor hun wijk. Arjo is geweldig. Ja, hij inspireert mensen. Hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft weer een heleboel energie in de wijk gestopt en dat is heel erg mooi om te zien. Ja, dat we zoveel mensen bij elkaar krijgen om te praten over één en hetzelfde topic. Dat is geweldig. Dus Arjo, ga lekker door en blijf mensen inspireren. YP, love you.